Welkom bij Ment Late Night. Als avondmens nodig ik graag mensen uit die tegen een stootje kunnen. S morgens is het veel beeld, maar amper geluid. Een man die wel een zaalvol geluid aan de waggel krijgt, is Gary Hagger. Zijn naam is de nachtmerrie voor West-Vlamingen die de beginletters wel eens door elkaar haspelen. Gary leeft in de stille Kempen, is een vlotte vijftiger en even ijdel als vrouwelijke fotomodellen. In 1995 nam hij op de televisiezender VTM deel aan de SoundMix-show en werd er in de finale tweede met This is the Moment als René Froger. Hegger nam van het nummer een vertaling op, Het allermooiste, en scoorde er een grote hit mee. Het nummer werd ook gebruikt door VTM voor het programma Het Mooiste Moment. Volgens zijn tijdlijn heeft hij 182 liedjes gepubliceerd en 1887 optredens achter de rug. Een kleine rekensom maakt duidelijk dat hij binnen is en niet moet twijfelen aan zijn pensioen. Maar zover is Gary nog niet. Welkom Gary Hager. Om met de deur in huis te vallen. Um, 1800 en zoveel optredens. Hoeveel vraag je op een avond? Oh. Ik heb hier mijn rekenmachine. Het rekenmachine? Ja, ja. Begin dat begint te vertellen. Hoeveel is het een optreden? Goh, Mogen ik, ik zou maar zeggen, gemiddeld is dat bruto. dat de... Voor mijzelf, ja. dat er binnenkomt is een 600-700 euro bruto. 600 bruto, ma maal 2000 dan moet ik dan naar boven afronden. Wel, het is wel over 20 jaar. Hè? is het over 20 jaar. <lacht> <lacht> het is niet in één keer. Je weet, normaal is dat een taboe. Een taboe uh, voor heel wat mensen in Vlaanderen om te praten van wat verdien je. Ja. Heb jij daar problemen mee om daarover te praten? Goh, kijk, uh, wat verdien je? Uh, mensen weten het toch, want het is heel gemakkelijk om te weten wat mm -hmm. wij of wat onze is die we vragen, het is heel gemakkelijk om dat te weten. Alleen moeten de mensen wat ze er niet bij weten, uh, is dat, dat in zo'n gage. <laughs> dat je belasting betaalt. <laughs> dat het ook inderdaad dat er de belasting op betaald moet worden, dus nogal evident voor iedereen zo. Mm -hmm. Maar dat er ook heel veel uh, in zit voor techniek, voor management, voor noem maar op. En zeker zoals was tijd van tegenwoordig is, moet ook uh, onze producties mm -hmm. moeten <laughs> ja. Uit ons op telescoop. Daar gaan we zo dadelijk nog even op verder, namelijk op al die inkomsten en die glamour en glitterwereld waarin jij leeft. Uh, maar hoe zou jij je omschrijven als mens? En, en voor de uitzending stel ik ook die vraag: hoe kom je in godsnaam op die naam Gary Hager? Wel, mijn echte naam is Gert van der Hagen. Ja, dat heb ik opgezocht. He? Je bent geboren in 1963, alsjeblieft. Ja. <laughs> Vrouwen hebben het er moeilijk mee, maar ik haal het ook bij jou. Ja, uh, Gert van der Hagen, mijn eerste naam die ik ooit uh, als artiest gebruik, was uh, Gert Hagen. Mm -hmm. Dat is Gert Hager geworden toen is ik de eerste keer met René Vroger een beetje... Er zit een echte in, strategie uh, achter. Ik in, dacht in, dat je op een in, blauwe maandag zo geworden. Ja, Hager, nee, nee, dat nee, klinkt nee. goed. Uh, Gert Hager is het ooit geworden toen ik de eerste keer met René Vroger in aanraking kwam. Ja. En uh, het is Gary Hager geworden als ik mijn eerste Engelstalige cd opgenomen okay. heb. Met een producer in Nederland. Uh -huh. En die vond dat mijn naam Engels moest gaan klinken. Ah, ja. En die maakte nu Gary Hager. Voor. En is het nu Hager of Hager? Haggard. En ben is het, het waar Engels bedenken. In, ja, in West-Vlaanderen is het toch waar? Want Harry Hagger wordt door een oh, gedaan. Daar heb ik al van alle uitspraken. Is toch wordt, een van de, van de vaste uh, grapjes, maar ik voel het wel heel yeah. altijd. <laughs> um, hoe is het begonnen bij jou? Muziek oh, dan? Uh, Van jongs af aan, hè, want ik sta nu dit jaar of ben ik al 40 jaar bezig. 40 jaar? 40 jaar. Je kunt zelf tellen. Ik kan even rekenen, ja. ja. Dus Zo ik was voldoen. zelf al twaalf jaar als ik de eerste keer al officieel mee ging optreden met een orkest. Mm -hmm. Orkestpoker was dat, ja. in Tilrode, het kleine Tilrode, deelgemeente van Temse. Okay. En uh, dus dat is echt het prille, prille, prille begin. Ja. En die bal is altijd maar blijven rollen. rollen. Uh, in die zin, muziek is altijd een rode draad in mijn ja. leven geweest. Ben je tevreden over je carrière? Absoluut. Ja? Heb je alles gedaan in je carrière tot nu toe waarbij je zegt: van kijk, dat oh. wil ik nu allemaal wel doen? Uh, ja, maar er zijn nog veel dingen die ik nog wil doen. Hoor. Zoals? Oh, je ik, uh, ik hebt nooit alles gedaan. Hè. Ik bedoel. Uh, ik doe nu regelmatig een concert. Mm -hmm. Casino van Middelkerken, bijvoorbeeld, is een jaarlijks terugkomend evenement. Uh, dat we nu volgend jaar voor de twintigste keer op prijs gaan doen. Yeah. Um, <tossimus> en ja, iedereen droomt er wel stiekem van om echt een heel grote show te kunnen doen. Mm -hmm. en, is, is, weet, het is een show groot? belangrijker dan bijvoorbeeld een, een nieuwe CD uitbrengen of een nieuw nummer? Nee, het is allemaal, het is allemaal even belangrijk. Mm -hmm. um, een CD is zelfs. Heel belangrijk, of nieuw materiaal is zelfs heel belangrijk. Waarom? Omdat dat jouw visitekaartje is dat je telkens naar buiten geeft. Ja. En, ja. Ik loop een beetje vooruit natuurlijk, maar een CD uitbrengen of muziek uitbrengen in de tijd van MP3, van YouTube, van social media, van downloaden, mm -hmm. kan je daar nog van leven? Moeilijk. Ja. Moeilijk in die zin, um, het is moeilijk om, om de productie terug te gaan verdienen, ik zo maar zeggen. Mm -hmm. en vroeger had je er werkelijk zicht op van. Uh, en kon je bijna op voorhand zeggen van we gaan x aantal CD's laten persen, want dat wordt de verkoop en hierna, inierna. Je had de verdeling, je had de winkels, noem maar op. Nu moet je verdorie mijn verhoogd gaan zoeken naar een winkel ja. waar nog een CD kan gekocht worden. Ja. Waar zit het verdienmodel dan in tegenwoordig met Vlaamse artiesten? Zijn dat de optredens? Is dat uh, mensen lokken ja. naar de zalen? Voor, 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 de artiesten, voor de artiesten zelf zit het uitsluitend nog de optredens. Ja. Aan CD's denk ik dat we nog bijna over niks verdienen. Okay. Uh, dus ja, het zijn de sluitende operaties die ons, uh, ons inkomen zijn. Okay. Zo dadelijk peuteren we verder in het privéleven van Gary Hagger. En natuurlijk willen we ook weten wat er op zijn rekening staat. Blijven hangen. Welkom terug bij MENT Late Night. Je kan ons natuurlijk volgen op alle sociale media. Volgen op Facebook, Twitter, Instagram en alles wat erbij hoort. Je kan dan ook reageren op onze website www.menttv.be en uh, www.mentlatenight.tv. Dat is de blog waar je je dagelijkse updates kan lezen. Gary Hagger, uh, je bent niet onbesproken op een aantal andere vlakken. Hier gaan we natuurlijk van. Hoe gaat het met je privéleven? Geweldig. Goed. Ben je, ben je gelukkig? Ja. Ik ben heel gelukkig. Ik heb een uh, hele toffe vriendin mm -hmm. uh, waar ik mee samenleef. In Mol mm -hmm. in de Kempen. In de Stille Kempen. En, uh, en hoe oud ja, is de vriendin? Het gaat... Is er een leeftijdsverschil? Is er iets waar we mee kunnen spelen? Uh, ze is iets jonger dan ik. Iets is iets jonger. <laughs> Um, uh, drie jaar drie, Dat valt mee dat is niet echt veel ja, jaar ja, ja, ja. In, op in jouw leeftijd kiezen, we to, kiezen de mannen toch meestal een twintigjarige nee, 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 je moet, moet, moet iemand serieus blijven moet <laughs> serieus blijven maar je bent gelukkig het gaat goed met de liefde absoluut scherm je je privé af want ja, ik vind ja, ja. eigenlijk heel weinig ik ben op zoek gegaan naar van wat heeft Gary Hager uitgestoken mm -hmm. basis research mm -hmm. ik vind weinig en ik geloof niet dat je nu net een brave jongen bent Geluk, gelukkig dat ik die terug vind. <laughs> uh, anders had ik hier Jij gaat het mij nu helemaal. Dan had ik een leer om betante vragen ja. gekregen. Ja. <laughs> um, nee, nee, dus, uh, het, alles gaat, gaat zeer, zeer goed. Um, ik heb geen onbesproken leven Blast, achter hè? de rug. Um, maar kijk, iedereen, iedereen heeft zijn eigen weg gegaan en dat, dat, dat hou ik liefst ja. zo. Um, ik ben de tel kwijt, maar hoeveel keer ben je getrouwd geweest? Ik ben drie keer getrouwd. Geweest. Drie keer getrouwd? Ja. Dus nu ben je echt niet getrouwd? Nee. Ga je het nog eens doen? Ja, zeg nooit nooit, maar op het moment is er geen sprake van. Nee. Nee. Drie keer trouwen is wel wat, hè? Ja, kijk, ja. Kan gebeuren, hè. <laughs> je moet maar pech hebben. Of geluk hebben, weet ja. ik niet veel. Hoe dat je het wil doen. Maar uh, kijk, dat zijn dingen die, uh, die gebeurd zijn. En ik heb... Uh, iedereen heeft zijn best gedaan in, 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 in zijn huwelijk, om het, om het zo maar te zeggen. Het ja. dus is niet gelukt, kijk. Als je iets niet lukt, moet je op een bepaald moment met je, je punt achterzetten. Is het moeilijk een relatie vol te houden of een huwelijk vol te houden als je in de showbiz zit? Ik denk dat dat wel uh, moeilijker is, ja. Ik denk het wel. Waarom is dat moeilijker? Goh, je bent heel veel van huis weg. Je bent met andere woorden veel minder samen mm -hmm. tegenover een doorsnee huwelijkspaard. Uh, dus dat is, dat is niet zo evident uh, langs beide zijden dan op dit moment. Ja. En, uh, ja, dan moet je ergens een consensus in vinden. Is het zo dat de verleiding veel groter is in die wereld, muziek en media, om te zeggen: van kijk, ik leer iemand kennen, of in politiek zelfs? Nou, um... daar ben ik niet zo mee akkoord. Ik heb ook nog op het werkvlak gestaan en ik mm -hmm. weet ook wat er daar gebeurt. Maar ik denk dat er. Uh op het werkvlak in fabrieken en, 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 en noem maar op dat, dat, dat... veel gevogeld wordt. Of Eigenlijk misschien is dat, ja. Of misschien nog meer, ja, waarschijnlijk <laughs> nog meer, waarvan we het niet <laughs> weten. Maar natuurlijk loop je in de kijker. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van als je in de kijker loopt, als je een bekende Vlaming bent, heb je een voorbeeldfunctie of niet? Hoe ervaar jij dat? Goh, in sommige, ja, je hebt natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ja, ik wil soms wel een voorbeeldfunctie zijn, maar ik vind ook dat er grenzen zijn. Er zijn ook, het is niet omdat je een bekende Vlaming bent, dat je zomaar je privéleven... De grabbel moet gooien voor iedereen en voor alles. Zijn er grenzen overschreden uh, door de pers in jouw leven? Ze hebben al sinds geprobeerd, ja. ja? ja. En, en, en waarover ging dat dan? Als en Op een bepaald moment heb ik dan gezegd: van jongens, nu is het goed geweest. Uh, bijvoorbeeld de reden waarom dat, dat er een, een, een huwelijk kapot gaat, of dat de reden is, of, of, of wie dat er zo tussen zit, of wat ja. er zo tussen zit. Ik vind dat ze daar allemaal geen zaken mee hebben. En als je met jouw, in mijn geval een ex-echtgenoot daarmee uh, uh, overeenkomt en dat je op een bepaalde manier op een menselijke uh, manier uiteen kunt gaan, dan heeft er niemand hm. zaken mee. Want ik heb een aantal zaken daarover inderdaad gevonden, waarbij je uh, uiteindelijk in een vechtscheiding verwikkeld was, waarbij jullie en ex-vrouw en jij een beetje tegen elkaar werden uitgespeeld in, in, uh, laten we zeggen, in de pers. Um, is dat nu allemaal achter de rug? Alles is achter de rug. Alles is achter de rug. Het heeft je niet veel gekost, of wel? Alles is achter de rug. En daar gaan we het bij Ga je het halen. echt daarbij houden? Daar gaan we het bij houden, ja. 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 Want er komen veel, veel financiële implicaties aan te passen. Ja, oké. Okay. Kijk, want dat maakt iedereen mee. En iedereen die al een scheiding meegemaakt heeft, die weet dat, wel dat het in elkaar zit. Je ja. het er echt niet uit, hè. Nee, je absoluut. stopt hier. Het was niet de grens met de boekjes dan. Dat je zegt van, oké, okay, die ja, scheiding blijf daar met ik, die handen af. Iedereen weet dat. Dus tot hiertoe kan ik, kan ik het ook zeggen. Of wil ik het ook zeggen. Ja. Maar heeft er heeft niemand uh, zaken mee hoe of wat dat er allemaal gebeurd is. Of hoe dat het uit elkaar gaat. Teletijdmachine. Dus, nee. Zo'n lastig vraagje meestal. Nou, wat zou je veranderen in je leven? Tot nu toe. Nu ga ik iets, denk ik, heel emotioneel vertellen. Oké. Okay. Dan wil ik uh, teruggecatapulteerd worden naar de tijd dat mijn moeder nog bij mij had. Oké. Okay. Want die heb ik ontzettend gemist. Ja? ja. Leg eens, mag ik wat meer daarover weten? Want... Ik heb mijn moeder op een heel jong leven. Ik was pas 21 als mijn moeder gestorven is, zij was pas 48. En uh, dat is voor mij toch een. Uh, ja. Dat weegt nog altijd door? Ja, ja nog altijd. En ik draag die nog altijd mee. Relativeert dat een aantal dingen voor jou? De eindigheid der dingen? Want meestal heb ik hier gesprekken waarbij iemand verloren is gegaan en dat mm. blijft hangen bij de mensen. En dan wordt er over nagedacht over die eindigheid. Is dat iets wat je bezighoudt? Het houdt me nog altijd bezig in die zin uh, dat ik als ik over iets moet beslissen of als ik voor een, een kruispunt mm -hmm. kom, dat ik toch altijd probeer mij in te denken van... Als mijn moeder nog moest geweest zijn, wat, wat zou die mee aangeraden hebben? Wat zou ja. zij gedaan hebben? En uh, ik tracht er altijd rekening mee te houden. Komen we zo dadelijk terug in deze Ment Late Night met Gary Hager. Welkom terug bij MENT Late Night. In de studio nog steeds, nog altijd niet met zijn handen in de lucht gaan lopen, Gary Hager. Uh, ook al stellen we uh, dieptevragen. Heel wat artiesten uh, die bekend zijn, die posten elk detail op sociale media. Je zei er net van, ik scherm mijn privéleven af. Ja. Eigenlijk is, een, is Facebook ook een deel van het privéleven. Mm -hmm. Je fanpagina mm -hmm. is ook op, uh, uh, op Facebook. Um, waar zit jij zo in die impositie? Post jij zaken via Instagram, Twitter, al die Social media, ja, uh, uh, af en toe wel eens uh, bijvoorbeeld. Uh, mensen zijn, zijn gek op mijn, op mijn, mijn, mijn kleinzoon ik ben ondertussen ook al bompa geworden. Ook al. Hè? Um, en als ze als daar iets leuk mee is, of, of die is bij mij en, en we maken samen iets plezant mee, dan deel ik dat ook graag met mijn fans op, op, op die Facebook. Ja. Dus, dus daar heb ik uh, daar heb ik geen, geen probleem mee. Maar als er echt iets privé-privé is, bijvoorbeeld. Uh, je zet er bewustzaken niet op. Nee. Daar komt het op ja, neer. Ja, absoluut. Terwijl andere mensen alles tegenwoordig uh, tegenwoordig. Ja, op op alles. Te ik, ik, ik vind dat te ver gaan. En, en je ziet dat ook trouwens aan de reacties. Hè. Ik bedoel, en dan komen er eindeloze discussies over. Ja. En, en dan zit dat dan nou En dan zeg ik van: jongens, maar we zitten eigenlijk ja. bezig. En dan nee, <laughs> doe ik niet meer. Even terug naar je job: 12 albums gepubliceerd, 182 liedjes uh, en 1887 optredens. <laughs> Dat we voor de rekenmachine ja, terug hebben. Dat is wel wat. Um, heel veel mensen kennen je. Ik ga een quote gebruiken uit een zogezegde kwaliteitskrant. Het heeft te maken met zalmen. Um, het jaarlijks weerkerend gemarchandeer met Gluewine en Gary Hagger. Waarom haal ik die quote eruit? Um, een deel van de media of de pers heeft zo, volgens mij, weinig respect voor bepaalde Vlaamse artiesten. Voel jij dat ook zo aan? Ja, dat is, uh, kijk, dat is een goed recht, hè? Zijn, dat zijn het een met... recht is? Freedom of speech. En journalistiek ook. Ja. Maar er is zo'n tendens geweest waarbij je wat minachtend moet doen over Vlaamse artiesten. Is dat nog? Gelukkig, denk ik, is dat minder. Ik mm -hmm. denk dat het gelukkig minder geworden is. Um... Want ik maak het bruggetje naar, naar het Vlaamse lied. Ja. Uh, ook deze zender uh, is een voorbeeld daarvan. Mm -hmm. Je ziet volle schlagerfestivals. Je ziet volgens een aantal mensen een nieuwe trend, ook bij jongere mensen die dat allemaal volgen. Ja. Je zit al zo lang in het vak, dan moet je toch een goede zicht op hebben. Ja, absoluut. Er is inderdaad een, een periode geweest dat daar uh, neerbuigend op uh -huh. gekeken wordt, of werd. Ja. En uh, dankzij MEN TV en, en, en de mensen die de Vlaamse die hebben blijven ondersteunen, is, is alles terug, uh, vind ik toch, uh, geherwaardeerd. Ja. En gelukkig maar. Ja. Wat je ook hoort is van: we krijgen te weinig aandacht op radio in Vlaanderen. Dat is ook een discussie die altijd naar boven komt bij de Vlaamse. Ik denk Vlaams dat die artiesten. discussie nog altijd gaande is. Is dat een taak van een openbare omroep bijvoorbeeld, die gefinancierd wordt met overheidsgeld? Zeker. <lacht> ja, <lacht> <lacht> gewoon zeker. Uh, want, want de belastingbetaler betaalt er ook geld voor. Bedoelen, mm -hmm. ja, dus zeker daar. Ja. Absoluut. Jouw grootste hit was. Volgens mijn informatie het allermooiste, het allermooiste moment. Hoeveel exemplaren moet ik mij daarbij dan voorstellen? Wel in die tijd, want uh, mensen weten dat misschien niet, misschien niet, heb ik er een gouden cd voor gekregen. Mm -hmm. <coughs> maar dat was in die tijd maar, maar zeg ik 15.000 exemplaren. Ja. Uh, maar er zijn tijden geweest dat het 25.000 exemplaren moesten zijn. Er zijn nog tijden geweest van 100.000, ja, dat je gehaald had. In de tijd van de vinyl singles nog. Mm -hmm. um, dus uh, ja, in hoeverre moet je dat allemaal uh, quoteren? Ik vond het, voor mij was het een, een onwaarschijnlijk geschenk, want het was een jeugddroom dat ik als zanger iets zou betekend hebben. Ja. Uh, dat is iets trouwens dat ik ook aan mijn moeder toen heb beloofd van ik zal doorzetten tot, okay. ik, uh, tot ik het haal. En toen is ik die gouden cd en ander kreeg, dan uh, ja, dat was voor mij uh, fantastisch eigenlijk. En dat is nog mm. altijd, om dezelfde titel te gebruiken, het mooiste moment. Mm. Kon je toen daar wel van leven? Want je zei daarnet van oké, okay, de tijden zijn veranderd met de CD's. Uh -huh. Als je over zo'n oplage spreekt, dan verdien je daar ook vrij goed geld mee. Een artiest is, moet, heeft altijd zijn verkoop van CD's moeten dan zien als een surplus bij uh -huh. hetgeen hij verdient met zo'n optreden. Ja. Ja. Nu zijn alleen nog de optredens daar. Zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken. Dus aan verkoop hebben wij eigenlijk weinig of niks meer. Oké. Okay. Gaat misschien niet zo goed met Gary Hagger, zou je dan denken. Maar dat is niet waar. Zo dadelijk nog veel meer. Welkom terug bij MENT Late Night. 40 jaar carrière. Het lijkt wel wat. En in de huidige discussie over verlengde leeftijd qua werkloopbaan, later met pensioen, moet ik natuurlijk die vraag ook aan jou stellen. <laughs> um, wanneer ga je met pensioen? Nooit. Nooit. <laughs> Nooit. Uh. Dat gaat de regering ik graag Ik heb al dikwijls gezegd: en je moet maar eens je moet maar een keer kijken naar uh, artiesten die stoppen of die willen stoppen. Je uh, stopt nooit echt, denk ik. Mm -hmm. En uh, ik kan mij ook voor mezelf geen leven voorstellen waar ik niet meer met muziek zou bezig zijn. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat het nooit zal lukken om echt te stoppen. Wat niet wil zeggen dat er wel een tijd zal komen dat ik ga afbouwen. Dat is weer iets anders. Ja. Want je hebt nu al grijs haar. Dat betekent dus waardig <laughs> ouder worden. Uh, je verft het niet. Zou je nee. ooit je haren verven? Ik heb het ooit gedaan. Heb je het gedaan? Ik was pas 35 al bijna helemaal grijs. Van de en vrouwelijke dat zorg dat, dat je een beetje... grijs aan het worden. Nee, en en grij, dat dat vond ik een beetje te vroeg. Dus, uh, ja. uh -huh. Je ziet uh, er nog goed uit voor je leeftijd. Grijzer en wijzer, zegt men dan soms eens. Zoals een wijn bij mannen uh, wordt het ook beter. Uh, maar in het verleden, Zorgde je wel eens voor discussie. En de eerste discussie die begon, je voelt hem al komen in het ja. jaar 2000, ja. over plastische chirurgie. Uh -huh. We spreken nu over 15 jaar geleden, uh -huh. als man naar buiten komen met een verhaal plastische chirurgie, geef toe dat was telefaxmateriaal. Uh, ja, en je hebt daarnet net de vraag gesteld: van, met wat kun je naar buiten komen, of, of, of uh -huh. heb je een, een voorbeeldfunctie wel op die moment dacht ik van kijk ik ga die vraag toch krijgen als ze zien dat er wat weg is of wat verdwenen is van wat heb je gedaan en hoe heb je dat gedaan en noem maar op en toen hebben we geredeneerd van we komen er gewoon ja. van de eerste okay. moment mee naar buiten en, en zo simpel is het eigenlijk okay, en voor, voor de mensen die het gemist hebben het ging over een ingreep liposuctie. voor je uh, liposuctie, liposuctie voor ja, je dubbele kin ik had echt een, 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 had een, een echt dikke kin een, ja of verwoog je dan iets <laughs> om te zeggen, van, weet je wat, ik ga wel beginnen joggen, ik zal mijn levensstijl aanpassen, the hard way. Allemaal gedaan. Allemaal gedaan? Allemaal gedaan. En, en een dubbele kind krijg je er niet meer weg, zo simpel is het. Oké. Okay. Maar um, het ging er bij mij over van, die techniek bestaat, die mogelijkheid bestaat, um, en dat was allemaal nog een beetje taboesfeer. Mm -hmm. Maar daar vond ik dan, dat ik een voorbeeldfunctie had, om, het, om dat woord nog eens oh. te gebruiken, van, hey mensen, als je er echt een probleem hebt... en ik had er echt een probleem. Je dat? Tussen de twee oren. Dat was mijn volgende vraag. Ja. Waar lag het probleem bij jou? Als ik s morgens in de spiegel keek dan had ik van... Dat kan niet. Ja. Dit is niet goed. Dus je bent ook ijdel. En, ik had er echt, ja. en ik begon er een probleem mee te krijgen. En dan heb ik gezegd, nu moet ik er iets aan laten doen. Mm -hmm. En dan vind ik ook dat je als bekende Vlaming dat mocht laten weten aan mensen van, die misschien datzelfde probleem hebben. Van er is een oplossing. Ja. Hoe ver zou je gaan met plastische chirurgie aan je lichaam? Zijn er nog zaken waarvan je denkt van... Ik zal dit maar laten wegnemen? Of... Nee, was dat het enige? Het... Ja, dat is het enige. Ik denk het niet. Het was niet het enige. Want je nee? Nee, nee, nee. geheugen is al weg op uh, 53 ja, jaar. Geleefd, begin, he? begin het al, ja? Je schuwt ook geen botoxprikje. Oké. Oh, okay. Dat ja, is ja, evenzeer. Dat ja, ja, ja. is heel trending. Je hebt ja. ook fillers tegenwoordig mm -hmm. uh, in de Verenigde Staten. Je schuwt geen botoxprikje. Waar heb ik dat gevonden? Twee jaar geleden in Dag Allemaal. Gary Hagger. Klinkt bijna zoals een West-Vlaming nu. Uh, is bijna 50 en toch blijft de zanger er goed uitzien. In dag allemaal bekent de zanger uit Mol dat hij regelmatig Botox gebruikt. En geef, ik moet toegeven, ik probeer het mij visueel voor te stellen. Je zinnetje. Zijn vriendin spuit het product in als ze samen tv kijken. Ja, dat was er over. <laughs> dat dat was er overigens. Ik, 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 ik ja. zie je, sorry voor mijn verbeelding, maar ja. ik zie je voor de tv zitten, in de sofa. Of ik weet niet, Botox, hoe men dat doet. Ik heb dat nog niet nodig gehad, tot nu toe. En voor het tv kijken, normaal stel ik de vragen. En voor het tv kijken, bij de reclamebreek, van nou, eens wat Botox zetten. Ja, nee, nee, zo is het natuurlijk niet. Dat is karikaturaal, zo zal het niet zijn. Nee, nee, maar ja, trouwens, dat mag ook niet. Je moet het wel op de juiste plaatsen doen. Ik bedoel, die ervoor voorzien zijn, qua hygiëne en hoe waarop. En inderdaad, mijn vriendin is iemand die dat doet. Is een esthetisch arts. Oh ja. Dus dat was niet zo moeilijk. En het enige wat ik, of waar uh, botox in geweest is, is mijn neus. In uw neus? Ja. En, en dat ga je niet zien. Want de reden is, als je mijn profiel bekijkt, heb ik een beetje een neus die naar beneden Oké. Okay. En door één prikje in een neusbeen te geven, blijft die neus staan. Ah, oké. Okay. Maar ik, ik, enig... dacht, ik dacht natuurlijk, botox, dat is om de rimpels weg te werken. Uh, zou rimpels... je dat doen? Zou je dat trouwens doen? Als het recht over moest zijn of als ik uh, uh, op een menselijke manier, moet er natuurlijk blijven uitzien, dat mm -hmm. zou kunnen. Ja, waarom niet? Het ja. bestaat, dus waarom zou je het niet gebruiken? En raad je het ook andere mannen dan aan? Want daar Absolute. kom je weer in dat verhaal van. Oké, okay, zorg ervoor dat je er goed uitziet. Maar absoluut. Oké, okay. geen botoxkeur vanavond, maar nog wel een dieptegesprek. Zo dadelijk naar de break. Welkom terug bij Mint Late Night. De ogen nog niet dicht doen, nog even open houden. Gary Hagger, die is nog altijd een spring in het veld in deze studio. Um, Gary, heel wat artiesten komen soms ook met knikkende knieën naar mijn interview. <laughs> Hoe zal dat komen? <laughs> Hoe komt dat? Leg eens uit. Oh, vrouw, Voel je je nog goed? Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk, uh, als, het, als mijn collega's moesten zitten kijken nu. en, en ze zijn nog aan het twijfelen om naar hier te komen. Niet doen. Ja, dat is weer die voorbeeld. Ja, Oké, okay. ik ben braaf geworden, dat is ook met de jaren. Um, als we het dan hebben over meningen uiten, um, heel wat artiesten, BV's, durven hun mening niet uiten over bepaalde hekele thema's. Is dat mm -hmm. bij jou ook zo? Ja, er zijn toch wel dingen die uh, als BV zijn, dan toch ook moet, moet, uh, moet, moet voorzichtig mee zijn. Uh, maar word je bijvoorbeeld dat, ja. niet aangesproken dan het buitenbeeld, zal ik maar zeggen, van, van wat vind jij daarvan? Heb je die verpersoonlijking niet met de fans die, die proberen te zoeken van hij zal wel een mening over ABC ik, hebben? Ja, maar dan ga ik daar hetzelfde antwoord aan geven als wat ik nu geef. En dat, ik bedoel, dat is? Er zijn bepaalde dingen waar je voorzichtig moet zijn om daar een mening over te geven, omdat ze jouw mening ook gaan verder vertellen. En je weet uit ervaring mm -hmm. waarschijnlijk ook, als er een verhaal wordt verder verteld, iemand aan vijf man verder is, is een heel ander verhaal aan het worden. Mm -hmm. Maar dat heb jij wel gezegd. Ja. En het klopt niet meer. Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Uh, ten tweede ben ik ook heel voorzichtig in kleurbekennen. bekennen. Bijvoorbeeld over sport, over politiek, over noem maar op. Is ook heel gevaarlijk, omdat ik, uh, als, als, zeker als zanger, moet ik ook bij iedereen terecht kunnen. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben niet een bepaalde uh, 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 maatschappij die binnenkomt, of een bepaalde politieke partij die binnenkomt. Ik ben geen voetbalploeg die binnenkomt. Ik ben geen hekker die binnenkomt. Ja. En ik, ik, ik moet bij iedereen, en ik wil ook bij iedereen, in het juiste daglicht staan. Maar is dat als mens niet moeilijk? Is het 40 jaar in het vak? Ik kan mij toch inbeelden dat je, dat je uitgesproken meningen als mens hebt over ja, wat er mooi. gebeurt. En dan moet je eigenlijk continu opletten, je tong tien keer ronddraaien en denken van ik zal het niet zeggen. Zo. heb je nooit het moment gehad waarbij je zei van oké, okay, nu ga ik het eens zeggen. Ja, maar kijk, dat, dat, dat zijn de valkuilen in, in ons vak. Dat is ook het moeilijke, inderdaad. Dat is een van de moeilijke punten in ons vak. Maar gelukkig heb je dan je eigen familie, je vrouw, je, je ouders, je die je tegenhouden, die je afremmen. Of je kinderen. Nee, waar je wel je mening is kunt ah, in, vertellen. Uh, en waar je er openlijk over kunt vertellen wat je gedacht is. En ik ben dan zo iemand, eerst de, dat het weg is of dat ik het heb kunnen zeggen, dan is het ook van mij af. Hmm. Ben je een positieve mens? Ik kan heel negatief zijn. Ik kan ook heel down zitten. Ik kan fantastisch down zitten. En dat kan van de ene het moment op een andere zijn. En hoe kom je daaruit? Dan Eigenlijk vrij snel ook weer. Uh, hoe, hoe down dat ik ook kan zitten, ik, uh, ik zal er misschien wel eens een dag en een nacht en twee dagen en twee nachten over in de put zitten, maar toch wil ik dan weer naar boven klauteren mm -hmm. en pak ik al mijn moed samen. Ik, ik praat er eens over, vooral met mijn vriendin, en, uh, en dan komen we er wel terug uit. Zijn er zaken die je ergeren in onze samenleving, in het leven, waarbij je zegt van dit irriteert mij nu smaadeloos? Ik ga in algemeen iets uh, zeggen. Ja, want je mag geen mening geven. Ik, ik kerg ermee er aan mensen die liegen of oneerlijk zijn. Zijn er veel dan? En dat zijn er veel. Maar het maakt niet uit wie dat zijn. Of, of welke kleuren dat ze hebben. Of, of, of hm. welke bloedgroep dat ze hebben. Bij wijze van spreken, maakt niet uit. Maar ik kerg mij aan mensen die uh, liegen uh, en, en zich niet aan afspraken houden. Hm. Daar kan ik me maatloos in ergen. Is Vlaanderen niet te klein voor jou? <tosses> nee, ik vind Vlaanderen heel goed. Groot genoeg, maar ik, ik, ik wil ook wel buiten Vlaanderen. Gaan. Ja. Is, die, ja. is, die, is die drang, die ambitie, die droom er nog om te zeggen van ik ga buiten Vlaanderen meer dingen doen? Als ik morgen de kans heb, ik zou dom zijn om het niet te doen, denk ja. ik. En ik denk met het, de, de, het genre muziek dat ik breng en de, de, de kwaliteit van de die we brengen, dat het ook moet kunnen. Mm -hmm. Wat ontbreekt nog in je leven? Wat ontbreekt nog in mijn leven? Wat, hoew, Jesus, wat een vraag. Nooit gezegd dat het gemakkelijk ging zijn. Hè? Nee, maar dat is nu nee, de vraag. Nee. Der vragen. der Is er één iets waarbij je zegt: van kijk, dit wil ik ooit nog doen? Ja, ik heb het eigenlijk in het begin al gezegd: dit zal voor mij een, een geweldig horlogepunt zijn op mijn carrière. <kalk> Als ik eens een fantastische, grote mm -hmm. tv-show kon doen en, en met een doorloop van, van mijn carrière. Zoiets. Ik zeg maar wat. En in mijn Memoriam. Nee, dan zit het dood. <laughs> Zo klonk het wel. Heel mijn leven. Nee, 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 Echt de grootste show met alles wat je. Ja, wat met alles erop heeft. en eraan. Zo een, een, een soort Las Vegas show. Mm. zoiets. klassiek uh, wel zitten. Okay. Een groot orkest bij mij. Live, live orkest, heel belangrijk. Ja, dat zou okay. ik fantastisch vinden. Oké, ik gun het je wel. Bedankt voor je komst naar de studio in deze Ment Late Night. Wel, en jullie zien we binnenkort terug.